strijkinstrumenten. De familie van de viool. Ze lijken allemaal op elkaar, maar ze klinken allemaal anders. Hoe groter het instrument, hoe lager het gaat klinken. De contrabas hier is zo groot dat je ervoor moet gaan rechtstaan. En voor de cello mag je gaan zitten. We hebben allemaal vier snaren. En je kan erop strijken of op tokkelen. Als je strijkt over de snaren, krijg je een heel prachtig warm geluid. En je kan heel laag. En ook hoger. Dus je kan er heel veel mee doen. Als je klein bent, dan krijg je, of dan begin je met een halve cello. Dat is natuurlijk geen doorgezaagde cello, maar een kleiner instrument, de helft zo groot als deze cello. Het leuke aan deze instrumenten is dat je het in een orkest kan spelen en ook in een klein groepje, zoals met piano of met andere strijkers of blazers. In de academie kan je een instrumentje huren, dus daar hoef je ook al geen zorgen over te maken. Dag!